In deze webles wil ik je laten zien hoe je een goede grafiek kunt maken met uh, Google Spreadsheet. En ik heb hier Google Spreadsheet al openstaan. En wat je hier ziet zijn een aantal meetwaarden die ik heb gedaan. En Wat heb ik gedaan? Ik heb de lengte van twee veren gemeten. Terwijl ik er uh, één of meerdere blokjes van 50 gram aanhing. En in de eerste kolom zie je dus de totale massa die ik aan elke veer heb gehangen. In de derde kolom de, de lengte van veer 1. En in de vierde kolom de lengte van veer 2. En ik wil nu een grafiek gaan maken waarbij ik de lengtes van beide veren uitzet tegen de kracht waarmee aan de veer getrokken wordt. Voordat ik nu verder ga, kijk ik eerst eventjes naar um, celletje A3. Want die 0,10 die daar staat die, staat, die staat een beetje vreemd vergeleken met de andere. Die staat aan de linkerkant van het celletje. En de andere getallen staan aan de rechterkant. En dat heeft te maken dat ik hier per ongeluk een, heb, een punt heb gebruikt in plaats van een komma. Daardoor herkent Spreadsheet het niet als een getal, maar ziet het als een tekst. Dus ik moet het eerst even aanpassen. En nu heb ik alle massa's goed staan. Nu kan ik de krachten gaan uitrekenen. En dat kun je doen met je rekenmachine. Maar je kunt ook gebruik maken van de voordelen van Google Spreadsheet door hier een formuletje te maken. Het is een vrij eenvoudig formule. Je gaat zeggen. Ik begin met is, en dan weet Spreadsheet, nu komt er een formule. Hij gaat eigenlijk zeggen, kijk in de cel A2 wat daar staat. En vermenigvuldig dat met 9,81. Want dan bereken je natuurlijk de kracht. Nou, dan zie je 0,49 newton, dat uh, lijkt wel te kloppen. En nu is het grote voordeel, nu kan ik het trucje wat ik hier heb gedaan, in B2 kan ik kopiëren, ctrl-c en plakken naar alle andere celletjes waar ik hetzelfde eigenlijk wil laten gebeuren. Ctrl V. En dan zie je hier um, dat je de krachten eigenlijk in één keer cadeau krijgt. Als je nu niet tevreden bent met de manier waarop de getalletjes weergegeven staan in je tabel, zou dat nog kunnen veranderen. Dan sleep je alle kolommen aan die je wil veranderen, dan ga je naar opmaak en getal en dan zou je nog kunnen kiezen voor uh, een bepaald aantal uh, cijfers achter de komma. Of misschien wil je het in wetenschappelijke notatie. Dat is handig als je hele grote of hele kleine getalletjes hebt. Dat kun je hier nog aanpassen. Ik ben voorlopig wel tevreden. En ik ga nu, uh, ik ga nu echt beginnen aan het maken van mijn grafiek. Dus ik ga invoegen, klikken. En ik ga zeggen: komma met een diagram. En dan krijg je dit. Plaatje, deze menus. Eh, krijg je dan gepresenteerd. En eigenlijk het eerste wat ik ga doen. is dit leegmaken. Want wat Google Spreadsheet automatisch doet. is alle getalletjes die het ziet staan. in de spreadsheet gebruiken. voor jouw eh, grafiek. En dat is eh, meestal niet de bedoeling. Dus ik maak het even leeg. En ik ga ook even kiezen. welke soort grafiek ik ga maken. dat doe ik bij Diagramtype. En bij Natuurkunde heb je eigenlijk altijd te maken met. De grafiek die heet spreiding. Nu zie je hier uh, een willekeurig gegenereerd uh, plaatje van, uh, van spreadsheet zelf. Nou, misschien is dat helemaal niet wat we willen. Dus uh, ik ga het nog een keer leegmaken. Ik ga zeggen. nou Ik ga zelf wel bepalen wat ik erin zit. Ik wil uh, namelijk uh, op de x-as die grootheid die ik zelf heb aangepast, en dat is de kracht. En dan kun je nog een ander bereik toevoegen, dan kun je andere meetwaarden toevoegen. Dan zou ik bijvoorbeeld 4, 1, de lengte van 4.1 kunnen uitzetten. Dan druk je op OK. En dan moet je even niet op dit plaatje letten, want dat klopt nog niet met um, wat ik hier heb gekozen. Kijk maar, ik zal op invoegen uh, tikken. En dan zie je dat hier al iets uitkomt wat je op zich wel verwacht. Um, op de x-as zien we de verschillende krachten. Op de y-as zien we de uitrekking in centimeters. Maar nu gaan we nog eventjes de boel wat netter maken, want dit lijkt eigenlijk nog nergens op. Nou, dat is geen enkel probleem. Ik klik op de rechtermuisknop. ik ga zeggen diagram wijzigen. Nee, geavanceerd bewerken, sorry. En ik krijg gewoon eigenlijk weer mijnzelfde minuutje. En nu ga ik eens eventjes goed kijken hoe ik het een en het ander wil hebben. Ik begin met de titel. Hij heeft zelf gekozen voor een titel, een willekeurige titel. Nou, ik vind het mooier om een um, FU grafiek te noemen. Zo, dat is de titel. Dan zegt um, Spreadsheets, wil je nog een legenda? Dat is eigenlijk dit gekke puntje. Het lijkt een meetwaarde, maar het is de legenda. Nou, ik kies even voorlopig voor geen legenda. Je kunt hem altijd hier weer terugtoveren. En ik ga verder naar beneden. En dan komen we bij de horizontale as. We kunnen de horizontale as een titel geven. Nou, laat ik die eens noemen, kracht in newtons. Want we moeten natuurlijk de grootheid en de eenheid noemen. Um, dan valt mij op, maar dat kan ik dadelijk de, uh, op de i-as wel veranderen. Het valt mij op dat ik hier een meetwaarde verander. Nou, mis, sorry. Hieronder moet nog een meetwaarde komen. Dus ik zou hier nou kunnen aangeven, ik wil alle waarden tussen eh, bijvoorbeeld 0 en 3 Newton zichtbaar hebben. Maar dat is hier al, dus dat ga ik even niet veranderen. Um, even kijken, hier ga ik verder ook nog niks aan veranderen, ik ben eigenlijk best wel tevreden. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Ik ga even terug naar boven en ik ga zeggen, nou ik wil nu mijn verticale as veranderen, want die heeft natuurlijk ook een titel. Wat ik heb gemeten is de lengte van de veer. En in de eenheid van centimeters. En bij die verticale as kan ik ook zeggen wat de minimum- en de maximumwaarde is. Nou, laat ik de minimumwaarde dus 0 pakken. En de maximum 20, omdat ik weet dat in mijn VR2 de maximumwaarde iets onder de 20 is. En, en ik druk even op updaten en dan krijg ik deze meetwaarde. En nu valt me iets op, want ik, ik mis een meetwaarde. Mijn eerste meetwaarde is niet gegeven. Nou, dat is omdat um, Spreadsheet werkt met uh, heel veel opties. Je kunt hier heel veel dingen mee. En uh, standaard staat nu eigenlijk één optie uh, aan, terwijl ik dat niet wil. Ik wil rij 2 als kop gebruiken, wil ik helemaal niet doen. Dus ik zet die even uit en ik zie dat mijn eerste meetwaarde hierbij komt. Ik heb nu eigenlijk dus mijn grafiek uh, klaar. Ik zou er nog een trendlijn doorheen kunnen laten trekken. Dat kan uh, vrij eenvoudig. Dan ga je helemaal naar beneden en dan zeg je: nou trek er maar een lineaire en rechte trendlijn doorheen. En dan heb ik mijn eerste meetserie erin gezet. Maar, ik had al gezegd, ik wilde eigenlijk ook uh, mijn tweede veer zichtbaar maken. Ga ik even terug. Dan ga ik zeggen, nou, ik heb een, uh, een extra gegevensserie nodig. Ga ik hier toevoegen, want ik wil ook deze gaan gebruiken. Dan druk ik op OK. Ik klik, klik even op update en dan krijg ik met mijn tweede gegevensreeks krijg je dit plaatje. En je ziet eigenlijk dat uh, dus de, de rode stippen horen bij 4-2 en de blauwe bij 4-1. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen, daar wil ik ook een lijn doorheen. Dan ga ik weer terug naar geavanceerd bewerken. En als je nu gaat kijken naar de verticale as. Dan zie je hier dat je keuze hebt uit twee verschillende gegevensreeksen. Als je bijvoorbeeld rood niet mooi zou vinden... Dan kun je die kleur veranderen en je kunt ook nog zeggen zet er maar een trendlijn in, ook lineair. En niet vergeten om telkens te updaten, want pas als je update, dan zie je je veranderingen pas goed. Um, heb ik dit plaatje? Nou, dan ben ik eigenlijk al best tevreden. Ik heb uh, alles wat in een goede grafiek moet staan, heb ik erin staan. Ik heb de grootheden en eenheden op de assen. Ik heb mijn meetwaarde uh, mooi duidelijk erin gezet. Ik heb er zelfs een trendlijn doorheen gezet. En ik kan nou door de stijlheid van allebei de trendlijnen te bepalen. Kan ik uh, de veerconstante bepalen van mijn twee veren. Dus eigenlijk uh, in grote lijnen ben ik nu klaar. Nu kun je in Google Spreadsheet nog één ding uh, wat uh, jouw soort metingen of de aard van jouw metingen enorm kan verhelderen. En dat wil ik je ook laten zien. En die zit ook verstopt bij geavanceerd bewerken. En dat is namelijk dat je van je meetwaarde kunt aangeven hoe groot de meetonzekerheid is in je meting. Dus laten we eens even kijken naar deze twee, meet, deze twee grafieken eigenlijk van die twee veren die uitgerekt werden. Daarbij heb je natuurlijk de lengte gemeten in centimeters van elk van de veren. En dat doe je met een bepaalde nauwkeurigheid of een bepaalde onnauwkeurigheid. Nou laten we zeggen dat je dat kunt doen op een nauwkeurigheid van plus of min een halve centimeter. Dan kun je dat ook aangeven en kan het zelfs ook weergegeven worden in jouw grafiek. Hoe groot de onzekerheid was in jouw meetwaarde. En dat zit verstopt bijna onderaan, namelijk bij iets wat heet foutbalken. Die staat standaard op geen, maar die kun je dus veranderen in vast of een percentage van jouw meetwaarde. En wij kiezen vast. En dan kunnen we hier dus uh, zeggen dat onze meetfout in de lengtemeting een halve centimeter is en dan komt er iets geks want hier moet je wel de punt gebruiken anders herkent hij niet wat jij bedoelt um, ik heb dat hier gedaan je ziet het meteen hier veranderen bij de donkerblauwe meetpunten zie je nu twee streepjes boven en onder die geven dus eigenlijk de, de marge aan de foutmarge van jouw meting en je ziet trouwens nog iets als je hier op die lijn gaat staan Krijg je ook meteen de wiskundige vergelijking van deze meetlijn. En je ziet dus uh, i is 2,08 x plus 5,22. Dus blijkbaar was deze veer in rusttoestand ongeveer 5,2 cm lang. En is de stijlheid van uh, de grafieklijn 2,08. Ik ga e eventjes de tweede grafiek ook aanpassen. Dus ik moet gegeven reeks 2. Intikken. Dan ga ik hetzelfde doen. Dan ga ik zeggen: Ik wil hier ook een um, foutbalk. Die is ook vast. En die is ook. Nou, nou, weet je, laten we hier eens wat anders doen. Laten we zeggen dat deze meetwaarde wat onnauwkeuriger is gedaan. Plus of min 1 centimeter. Dan ga ik op Update drukken. En dan heb ik mijn uh, grafiek klaar. En in deze grafiek kun je dus zelf zien hoe groot de meetfout was bij elk van de afzonderlijke meetpunten